We zijn met twee collega's, met mevrouw Huizinga en met meneer De Jager. Daar gaan kijken om te zien hoe het met de binnenvaart gaat. Ontzettend snel gaan die ontwikkelingen in de binnenvaart. Want men wil innoveren, vernieuwen om bij te blijven in de concurrentie. Die boten die zijn echt nu al 110, 135 meter. Dat zijn echt enorme grote schepen. En ze worden ook steeds breder. Daarom moeten de sluizen weer aangepast worden. Dus de ontwikkelingen in de binnenvaart gaan heel snel. En daar hebben we het vooral over gehad. En natuurlijk ook is de binnenvaart een vervoerssysteem wat uit milieuoogpunt veel beter scoort dan de weg. Dus in dat opzicht ben ik als milieuminister ook zeer geïnteresseerd in hoe we de binnenvaart in Nederland echt krachtig houden. We zijn hier op bezoek geweest bij Philips en we hebben gesproken over de gloeilamp. En ik heb voorgesteld om binnen 4 jaar de gloeilamp in Nederland te verbieden en de verkoop daarvan dus te staken. En Philips heeft gezegd dat ze het daarmee eens zijn, dat ze een alternatief hebben, de spaarlamp. Dus het is mogelijk om dit product snel uit te faseren, gloeilamp, en in plaats daarvan de spaarlamp te gaan gebruiken in de huishoudens. Is voor de burger niet slecht. Waarom niet? Het is uiteindelijk voordeliger. Je bespaart ontzettend veel energiekosten en je helpt ook het milieu daar enorm mee. Ga nu naar Utrecht en we moeten haasten, want we moeten de trein halen. We'll be right back.